bij een nieuwe video van mij, Dibby Gamer. Ja, voor vandaag heb ik weer een nieuwe Q&A, omdat ik daar gewoon een keer weer zin in had. En ik was ook wel benieuwd of jullie nog vragen aan mij hadden. Dus laten we met de allereerste vraag beginnen. Oké, hier hebben we de allereerste vraag. En we beginnen meteen met een wel een redelijk bijzondere. Dat is, heb je al een keer gezoend? Ik heb nog nooit gezoend en ik heb niet een vriendin gehad of zo. Dus ik ben qua dat opzicht, ik heb niet gezoend en ik heb geen vriendin of vriendin gehad. Dus ja, hier is je antwoord. Oké, de tweede vraag is van JVR Gamer. Heb je huisdieren? Zo ja, laat ze zien. Normaal komt mijn huisdier niet boven. Maar ik zal er wel even ophalen. Dus jongens, ik zie jullie zo. Ja, dit is Noortje. Ze houdt er niet van om boven te zijn, dus ze gaat... Nou, snel weer terug. Dat is het antwoord op je vraag, JVR. Dat is mijn kat, Noortje. Ze is nog niet heel oud. Ze is heel lief, heel schattig. Ze geeft veel kopjes. Dus ja, het antwoord op jouw vraag is... Ja, ik heb een huisdier genaamd Nartje. Volgende vraag is van Nick Game Man. Mag je mij? Ja. Volgende vraag is van Junior Bert 07. Ga reageren op montages of video's van kijkers. Dat doe ik al. Wow! Weer een korte vraag. Hoe gaat het? Goed, en met jou Isaiah? Met mij gaat het prima op het moment. Oké, weer een hele bijzondere vraag. Staan de meisjes al voor de deur? Zo, dat is een lastige vraag. Ja. Geprikt! Oh! Voor de rest heb ik wel gewoon een paar vriendinnen in vrienden. Waar ik soms wel een keer mee afspreek. Maar dat is meer gewoon eerst als vrienden. Dus, ja. Oké, deze vraag die krijg ik eigenlijk wel vaker. Waarom ben je begonnen met YouTube? Ik ben begonnen met YouTube omdat ik het gewoon... ik vind het sowieso leuk... Of ik vond het sowieso leuk om video's te maken. Maar ik wou er ook meer dingen van leren. Want ik wou dus leren hoe ik voor een camera moest praten. Hoe ik moest entertainen. Oorspronkelijk was niet het idee dat ik zou willen leren editen of designen. Maar dat heb ik ook wel een beetje geleerd. En dat vind ik nu ook heel leuk. Dat is nu ook echt mijn hobby. Maar ja... Natuurlijk, de echte editor en de echte designer, die zit hier waarschijnlijk achter zijn pc deze video te editen, genaamd Sam Kuipers. Maar ja, ik ben er eigenlijk aan begonnen omdat ik ook later journalist wil worden, of presentator op tv, of iets in die richting. Maar misschien, weet je, kan ik misschien wel heel groot met YouTube worden, al denk ik het eerlijk gezegd niet. Want ik doe een beetje, kijk... Mijn kanaal is meer een beetje, ik probeer altijd veel dingen met jullie te doen. Dus reageren op jullie video's, op jullie kanalen. Maar ik probeer eigenlijk ook wel een beetje de game kant op te gaan. En vooral challenges, dat is een beetje de dingen die ik op mijn kanaal doe en die ik leuk vind om te doen. Ik wil heel veel vooral jullie in mijn video's betrekken. Dus dat jullie heel veel dingen mogen beslissen. Dat jullie vaak mee kunnen doen. Dus ja, dan gaan wij naar de volgende vraag. Hoe kan je dit volhouden? Ik heb zelf bijna 200 abonnees. Jij bedoelt veel meer. Hoe dan? Hoe? Geen idee. Wat ik meestal probeer is een beetje... ik probeer wel een beetje met de trends mee te gaan. Want dat zijn natuurlijk ook dingen die mensen leuk vinden. En ik probeer mijn kanaal eigenlijk telkens te verbeteren. Ik ben begonnen heel simpel. Slechte edits, slechte thumbnails. En je bouwt het gewoon op. Je verbetert je kanaal telkens. Dat is een beetje, denk ik, misschien waardoor ik snel groei. Maar het is niet zozeer dat ik per se heel... Dat het zo is van dat ik per week 100 abonnees erbij wil of zo. Nee. Maar ik vind het wel leuk om te zien dat het als het groeit... Maar het is nou niet zozeer dat ik zeg van oké, ik wil per se keihard groeien of zo. Nee. En de volgende vraag, die had hem eigenlijk een beetje verkeerd gestuurd. Deze is van P.
Piet SG, ja, abonneer sowieso ook even op zijn kanaal. Hij is net bij de 200 abonnees gekomen. En abonneer ook even op Sam's kanaal. Beide links zullen in de beschrijving staan. Piet vraagt mij in mijn DM van... ga je nog ooit een nieuwe camera kopen? Zo ja, welke? Ik heb wel één in gedachten. Dus ik ga sowieso een nieuwe camera kopen. At the moment film ik eigenlijk al deze soort type video's met mijn telefoon. Daarom zien jullie mijn telefoon nog nooit in deze video's. En gebruik ik altijd mijn tablet. Maar ja, dat komt dus nog wel. En ik zal hem er even bij pakken. Oké, het was even zoeken, maar ik heb hem gevonden. Dat is namelijk deze camera. De Sony Cybershot DSC-WX500 in het zwart. Ik wil ook weer niet meteen al te duur beginnen. Ik wil eigenlijk gewoon een camera die een beetje algemeen gebruik is. Handig, goed, klein. En deze die is dus €280. Maar ik wil hem met hoes erbij doen. En een geheugenkaartje erbij van 64 gigabyte. Dus ongeveer, ik denk, deze is ongeveer €320 met alle accessoires erbij. Hij heeft best goede kwaliteit. Hij kan 30 keer inzoomen, heeft stabilisatie. Hij kan Full HD filmen met 60 fps, 4K foto's nemen. Je kan heel veel opslag uitbreiden. Hij heeft een onklapbaar schermpje. Dus dit is voor nu een beetje de camera die ik wil halen. Die ook een beetje in mijn budget ligt. Dus daar heb je mijn antwoord. En iedereen, dit was weer de video voor vandaag. Bedankt voor het kijken van deze video. Like als je hem leuk vond. Abonneer voor meer. Druk op dat. Als jij op deze drukt, jongens, dan krijg je meer dan 1000 jaar geluk. Dus druk op de bel, jongens. Druk erop. Oh my god! En ja, dan zeg ik nog maar één ding. En dat is... Later.